De onderwijsparade staat ook in het teken van kennisdeling en ook van netwerken, elkaar ontmoeten. Omdat we veel kennis te delen hebben en ook graag met elkaar in gesprek gaan over hoe kan het nog beter. Want uiteindelijk werken we met z'n allen aan die onderwijsontwikkeling en vooral de kwaliteitsverbetering. Er gebeuren binnen de hogeschool heel veel mooie dingen in het onderwijs. Docenten zijn met allerlei nieuwe dingen bezig, experimenten. En een dag als vandaag kunnen we dat delen met degene die daar vragen over hebben, andere ideeën over hebben. Of die daar ook mee aan de slag willen. En het is ideaal om dat op zo'n dag te organiseren. Het programma bestaat uit meer dan 40 sessies. Het aanbod is heel divers. Het loopt uiteen van formatief toetsen, gebruik van tools, inzet van tools, onderwijsontwikkeling, onderwijsinnovatie. En dat alles kan leiden tot een hoge mate van docentprofessionalisering. Mooi aan de onderwijsparade is wat mij betreft dat docenten echt op heel veel verschillende manieren met onderwijsvernieuwing in aanraking komen. Vanuit het programma Blended Learning, waar ik aan werk, heb ik natuurlijk een voorkeur voor onderwijs met onderwijsleertechnologie. Daar zijn ook gewoon een aantal workshops van. We hebben een workshop hybride lesgeven in lokalen. We hebben een workshop over automated feedback. We hebben een workshop over, die heet The Great Bake Off. Dat is een mooie workshop over onderwijsontwerp met onderwijsleertechnologie. Dat zijn echt wel mooie, waardevolle bijeenkomsten waar docenten echt geïnspireerd worden om verder zelf aan de slag te gaan. Ik heb een workshop gegeven in de ABC-methode, ABC Learning Design Methode. Een methode om onderwijs zichtbaar te maken, bespreekbaar te maken en om een student journey uiteindelijk uit te zetten met docenten. We gaan een workshop verzorgen rondom beelddenken. Onder de titel De Beelddenker gaat staan. En eigenlijk gaat het over het waarderen en leren waarderen en herwaarderen van de kracht van het denken in beelden, in verhalen, in plaatjes, ten opzichte van het beredeneerde denken, zeg maar. Wat me heel erg heeft geïnspireerd zijn de verhalen van de studenten over hoe zij in het onderwijs hun eigen onderwijs vormgeven en de inspiratie en de motivatie die ze daaruit halen. Wij als studenten werden heel erg vrijgelaten om een eigen input te hebben in onze workshop. We hebben dus zelf ook gekozen voor een kringgesprek en waardoor er veel vraag en antwoord was. En men dat ook kon doen bij ons. Ik heb vandaag nieuwe collega's leren kennen. Of eigenlijk collega's die al langer in de organisatie zitten, maar nu voor het eerst spreekt. En wat interessant daarin is, is dat je elkaar kunt vinden op bepaalde onderwerpen waar je misschien in de toekomst samen iets mee kunt. Ik denk dat deze dagen de hogeschool zeker gaan helpen. Gewoon om met elkaar weer nieuwe energie te krijgen in waar we naartoe willen. En over de toekomst na te denken en die visie ook te verspreiden. Ja, en wat ik zo tof vind is dat ook andere collega's vanuit hun eigen expertise kritische vragen ook aan elkaar stellen. Waardoor je echt denkt van, oh, wauw, supermooi project. Maar hoe gaan we dit groter maken? Hoe kan dit voor mijn opleiding werken? En daar kritisch over na te denken. Om het toch ook weer te verdiepen. Ja, echt top.